Hey Robert, Giel en Ronald. Ik neem maar even een stukje op om mezelf voor te stellen. Vooral voor Robert. De andere twee kennen me wel. Ik zet even mijn brilletje op. Dan kan ik even lezen wat jullie vragen. Wie ben je? Ja, ik ben Godes Verbiest. Ik heb een eigen stichting, De Oersprong, om mensen te verbinden met natuur. Wat drijft me is dat ik denk dat er te veel haast in de wereld is. En dat die haast ook zeer destructief is voor de natuur om ons heen en ook indirect voor onszelf. Omdat we ons een beetje over de kop rennen. Vandaar dat ik ook in de hangmat lig, zit, symbolisch voor onthaasting. Want dat is wat ik vooral wil brengen, ecologische onthaasting. Even de red race ontvluchten en dat mensen tot zichzelf komen. De doorontwikkeling van je pitch, je droom. Waar stond je voor aanvang van de academie? Ja, ik had al met mijn stichting verschillende dingen gedaan, onthaastingsdingen. Het project van typisch Van Gogh, de bouw van een kunsttypie die mensen samen kan brengen in diverse settingen. Dat was de drijfveer. Ik heb het al tijdens de academie gelukkig kunnen realiseren, grotendeels. Door de eerste versie 4 festivals gedaan in datzelfde jaar, vorig jaar. En nu ben ik eigenlijk sinds het voorjaar bezig met de bouw van de tweede versie, zo gezegd. Dat loopt zeer succesvol. Er zijn wat dingen in het najaar nog die staan te gebeuren. En het enige wat ik nu nog moet doen is het dak erop. En dan betekent dat we een prachtige kunsttypie hebben die 25 mensen kan huisvesten. En meer daarover op de website www.deoersprong.nl. Hoe ik mijn initiatief georganiseerd heb? Ja, het is eigenlijk een beetje enerzijds een stichting die ik heb. Het is eigenlijk ook een soort eenmansstichting, dus ik voel me ook wel als een soort ondernemer. Ik heb het grote voordeel dat ik zelf een UWV-uitkering heb, omdat ik ooit eens lang geleden een psychose heb gehad, manisch depressief gediagnosticeerd ben. Een beetje dezelfde diagnostiek als Van Gogh. Maar dat heeft mij nooit ontnomen om gewoon actief in de wereld te zijn en dat te doen waarvoor ik denk dat wat goed is om te doen en waar ik ook een bijdrage aan kan leveren. En dat doe ik met mijn stichting door eigen dingen te organiseren, zoals de tipie. Maar ik ondersteun ook heel veel andere projecten zelf, vooral in het verleden. Nu ben ik wat meer met de tipie zelf bezig. Dat is wat. Maar goed, dat betekent dat ik ook wel heel veel hulp heb. Ook, ik heb vooral veel hulp gezocht van professionals. Een speeltuinontwerper, een tentenbouwer en een graffiti-artiest. Die hebben me enorm veel geholpen bij de realisatie. Mijn partner Christina, die een groot aandeel heeft ook in alles. Van de website bijvoorbeeld die ze maakt, maar ook de ondersteuning als partner. Maar ook fysiek ook in de werkplaats helpen. En daarnaast zijn er ook veel vrijwilligers geweest die me geholpen hebben. Wat ik vooral nu naar op zoek ben, is dat het meer van een project van mezelf is. Omdat de typie nu er is, fysiek ook, kan er eigenlijk van alles mee. En wil ik dat vooral ook een community verhaal laten zijn, waarbij verschillende mensen er gebruik van kunnen maken. Dus dat het iets wordt van een grotere groep mensen. Dus dat is een belangrijke transitie waar ik nu in zit. En daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken. Vandaar dat ik hiermee uitreik. Eens kijken. Ja, de planning is om dit najaar dus nog wat festivals te doen. Ik had een werkplaats in de Groene Kamer, waar ook Nicole de eigenaresse van is, samen met haar vader. Daar kon ik gelukkig terecht. Daar ga ik eind van deze maand, augustus, weg. En dan ga ik naar een initiatief van in Noord, waar ook Sabine van Baal bij betrokken is. Zij heeft ook academie gedaan, ik kende haar al langer. En daar ga ik aansluiten en daar zal ook de werkplaats een vervolg krijgen.
Ik heb ook een Romniloods gekocht, of destijds overgenomen van Ecuador Buku, die nu van een stichting wordt eind deze maand. En die gaan eigenlijk dezelfde dingen organiseren als ik origineel van plan was. En ik zal daar ook bij betrokken zijn om vooral die werkplaats te runnen en daar mooie dingen te maken. Dus dat is heel hoopgevend. Die vereniging werkt samen, of die stichting werkt samen met de vereniging waar Sabine van Baal ook bij betrokken is. Tilburg. Noord groeit of zo. Ja. En dus dat is veelbelovend. Ik heb een landgoed privé waar ik terecht kan met de tipi. De vorige werkgroep gaan we nog dingen doen. Census of Change. In begin oktober, 4, 5, 6 oktober. Dus het is volop in beweging. En dan wil ik volgend jaar eigenlijk op diverse festivals, maar ook rondreizen. In de hoop dat ook het Nationaal Park van Gogh dan eindelijk een feit is. Waardoor ik wat reclame zou kunnen maken voor het Nationaal Park. Of ja, zeg maar bewustwording creëren bij de bewoners van dit gebied. En ook belangrijk om te noemen is dat we al meegedaan hebben ook met 15 jaar tekenlokaal van Vincent van Gogh. Vincent's tekenlokaal. En dat ik komende week een gesprek heb ook met de directeur van Mommerskwartier. Alle stadsmusea van Tilburg, waaronder het textielmuseum. Om ook een prachtig, onder andere om te kijken of we een prachtig tapijt kunnen realiseren. Die als een soort weide kan fungeren om liggend naar de sterren te kijken en muziek te ervaren bijvoorbeeld. Dus dat is allemaal in beweging. Ja, wat is je waardepositie? Welke waarde wil je leveren? Hoe sluit deze aan op de omgeving? Ja, ik denk de waarde die ik vooral wil creëren is een bijzondere ervaring creëren in de natuur en met mensen met elkaar verbinden op een wat diepere manier. Dat vooral de kracht is. En een voorbeeld daarvan is ja, dat doen middels een tipi, waar mensen samen kunnen komen. De hulpvraag ligt hem dus vooral in van een mei naar een wei-verhaal gaan. En ook daar komt een stukje sociologisch ding om heen kijken. Dat het best lastig is soms om mensen bij jouw droom verbonden te krijgen, zeg maar, zodat het een droom is van ons allemaal, of voor in ieder geval van een groepje mensen. Dat is één ding. En een andere is om daar ook financieel support bij te krijgen. Ik ben zelf niet zozeer op zoek naar financiering voor mezelf, omdat ik die uitkering heb, dat ik met alle liefde en plezier dat blijven doen op een vrijwillige basis, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Dat is anders voor mijn partner, die ik graag daarbij wil betrekken, die nu al heel veel werk doet, gewoon ook als vrijwilliger, zeg maar. En het zou mooi zijn als het een soort basisonderneming van ons samen zou kunnen worden, waardoor zij ook betrokken kan zijn bij uitvoering van activiteiten volgend jaar. Dat zou super zijn en dat er ook tegelijkertijd een groep mensen omheen zit die zich verbonden voelen met het initiatief en die daar ook programma's kunnen maken of kunnen meewerken aan dingen die we daar organiseren, samen met anderen ook. Dus dat is heel in kort wat ik wil. En je kijkt uit, een leerling gezel, mooi iets. En het is altijd prachtig als mensen je initiatief verder kunnen helpen. En, ik heb daar heel veel vertrouwen in alle drie. Dus ik ben benieuwd of dat uit gaat pakken zo. En en ik heb denk ik zelf ook wel wat te bieden aan ervaring. En, dus dat lijkt me mooi om ook dat te delen. Dankjewel voor zover en tot later. Ciao, ciao.